Want nou hoe lang was dat nadat je was gevlucht, zeg maar? Ik was een maand voordat ik 18 werd, ben ik weggegaan. Juist omdat ik 18 werd, was het voor mij een mogelijkheid om weg te gaan. Dat ik daardoor niet meer een soort van beschermd werd. Dus ik kon mijn eigen pad kiezen. Alleen de eerste 3 jaar was dat alleen maar een pad van ellende eigenlijk. Geen bevrijding? Nee, niet echt. En daarom heb ik hier ook wel gevoel bij. Want de leeftijd 18, dat zegt gewoon helemaal niks. Nee. Ik bedoel, toen ik 18 was, zou je dus misschien kunnen verwachten dat ik volwassen was en dat ik de juiste keuze zou maken. Nou, echt niet. Ik was alleen maar aan het overleven. Mezelf in hun schulden gewerkt, verkeerde keuzes maken, op zoek door gaan naar... Door wat je had meegemaakt? Nou, niet... Ja, mede ook. Want je leeftijd, of tenminste je weerbaarheid... wordt natuurlijk ook wel een beetje bepaald door je opvoeding. Mm. En waar je vandaan komt. En ik heb nooit in de jeugdzorg gezeten. Dus ik kan niet... ik heb niet dezelfde situatie gehad. Maar ik voel wel hetzelfde. Omdat... Hoe oud voelde jij je toen je... Toen je 18 was eigenlijk? 14 of zo, 15 denk ik. Nee, ik was echt een puber. Ik was echt een puber. Ik liet ook pubergedrag zien. Ik zag ook dat de mensen die ik om me heen verzamelde waren ook allemaal jonger dan ik was. Die allemaal nog thuis leefden. Dus die gingen elke keer weer terug naar huis. Mm. En ik bleef dan alleen achter. Dus in die zin had ik gewoon nog hulp nodig. Want had jij een slaapplek? Had jij een omgeving? Of zwierf je soms op straat, wel, soms niet. Van plek naar plek? Ja. Ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld ontdekt dat ik ergens een nooddeur open kon zetten. Bij een verlaten magazijn. Dat was een oud magazijn van Beter Bed, volgens mij, of zo. En daar ging ik dan gewoon naar binnen. Want ik wist, daar is het droog. Dus daar kon ik wel gewoon slapen. En het is niet altijd zo geweest. Ik kreeg ook redelijk snel altijd wel weer een woning. Want... Ja, er was van allerlei dingen mogelijk. Je kon werk zoeken. En als je een werk kreeg, kreeg je loon. Dan kon je huur van betalen. Nou, dat deed ik dan niet. Ik kocht vooral leuke dingen ervan. Mm. Dus ook die keuzes die je dan maakt, die waren ook allemaal nog te onvolwassen. Maar je was 18, hè? Je was 18, dus dat is... Ja, maar als je dan, wat jij zegt, als je 18 bent... Ja, de een is er wel klaar voor en de ander niet. Dus waarom kijken we naar 18 en niet naar het kind individueel?